Oefening 13 uit het handboek Excel in de praktijk. Open de werkmap Debiteuren opvolgen. Gebruik de kolom J om de variabelen af te zonderen en voer de 5 opdrachten uit. In de E-kolom bereken je de vervaldatum van de facturen. Een factuur bestemd voor klant type 1 vervalt 8 dagen na factuurdatum. Voor een klant type 2 is dat 30 dagen na factuurdatum. Dit is de oplossing. Je gebruikt de logische functie als. De logische test is klant type gelijk aan 1? Zo ja, dan ga je 8 dagen bijtellen bij de factuurdatum. Anders is dat 30 dagen bij te tellen bij de factuurdatum. De variabele heb je afgezonderd in de J-kolom. Je vergrendelt de rijen van de hulpcellen, de kolom J dus, omdat er anders steeds naar een andere rij wordt verwezen. Volgende opdracht. Het ontvangen voorschot. Voor klant type 1 is dat 5% van het factuurbedrag. Voor klant type 2 is dat 10% van het factuurbedrag. De logische test is klant type gelijk aan 1? Zo ja. Dan bereken je 5% op het factuurbedrag. En anders is dat factuurbedrag maal 10%. Je verwijst steeds naar de hulpcellen in de J-kolom. Je vergrendelt de rijen, omdat er anders steeds naar een rij lager wordt verwezen, wat verkeerd zou zijn. Volgende opdracht. Je berekent de aan te rekenen nalatigheidsinterest. Die bedraagt 12% op jaarbasis. Voor klant type 1. Voor klant type 2 is dat 8%. En je gaat de berekening maken ten opzichte van de referentiedatum 30 september 2025. De nalatigheidsinterest wordt berekend op het openstaande vervallend saldo. Er wordt verondersteld dat 1 jaar 365,25 dagen telt. Zo heb je meteen een correctie voor de schrikkeljaren. Dat is om de 4 jaar. Dan heb je het getal 1 delen door 4 is 0,25. Je vat het schemaatje vat samen. Je gaat hier moeten werken met een geneste als-functie. De logische test van de functie als is de factuur vervallen? Anders gezegd, is de vervaldatum van de factuur kleiner of gelijk aan de referentiedatum? Zo nee, dan ben je 0 euro nalatigheidsinterest verschuldigd. Zo ja, dan is de maatstaf van heffing het factuurbedrag min het ontvangen voorschot. Dat vermenigvuldig je met het aantal vervallen dagen ten opzichte van een volledig jaar. Je vermenigvuldigt dat met de interest. Die interest is terug een als-functie, want die verschilt volgens het type klant. Kijk naar de blauwe tekst op het scherm. Als type klant is 1, dan is de jaarlijkse interest 12% en anders is dat 8%. En het vervallen aantal dagen, dat bereken je als volgt, dat is de referentiedatum, min de vervaldatum plus 1, omdat het inclusief die vervaldatum is, daarom plus 1, delen door het aantal dagen dat een jaar telt, en zoals in de opdracht staat, veronderstellen wij die op 365,25. Hoe nest je een functie in een functie? We vertrekken van de functie als. De logische test is, als de vervaldatum kleiner of gelijk is aan de referentiedatum, zo ja, dan hebben we het schemaatje hier, zo nee, heb je 0 euro nalatigheidsinterest. Die 0 euro kan ik nu reeds invullen. Dit is de formule die het aantal vervallen dagen berekend. Neem die gerust over.
En dat gaan we vermenigvuldigen met een jaarlijkse interestpercentage verschillend per type klant. We nesten de als-functie als volgt in de functie. Ga naar het naamvak, linksbovenaan jouw scherm. Klik op het pijltje. Je krijgt een overzicht van de meest recent gebruikte functies. Daar staat de functie als. Selecteer als. De logische test is, als type klant is 1, zo ja, dan bedraagt de jaarlijkse interestpercentage 12% en anders is dat 8%. Dubbelklik op de vulgreep om de formule door te voeren. En je hebt de nalatigheidsinteresse berekend. Het saldo, dat is een evidente formule. Factuurbedrag min ontvangen voorschot plus de eventuele nalatigheidsinteresse. Bewaar uw oplossing onder de naam 13 debiteuren opvolgen.